Mensen, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal en welkom. Vandaag gaan we weer doen. Wij gaan vandaag Troy, oftewel mijn hond, 24 uur lang mijn dag laten bepalen. Vorige keer hebben we het natuurlijk al gedaan, maar moest ik 24 uur bepalen wat ik ging eten. Maar vandaag mag hij mijn hele dag gaan bepalen. Dus als je hier nou zin in hebt, laat dan even een like achter. Ik in ieder geval wel. Ben je nou nieuw op mijn kanaal nog niet geabonneerd? Abonneer dan ook eventjes. En als je denkt, Jesse, wat klinkt je raar? Ja, dat klopt. Mijn keel is een beetje ontstoken. Mijn amandelen die in mijn keel zitten, die zijn niet heel erg lekker bezig. Dus ja, doe even beterschap zetten in de comments. Zou ik erg nice vinden. Maar, jongens, Troytje gaat vandaag dus mijn dag bepalen. Troy, heb je daar een beetje zin in? Ik hoop het wel voor je. Ja, heb je daar zin in? Mooi zo, jongen. Je bent een lieve hond, hè? Maar jij gaat dus bepalen wat ik vandaag allemaal ga doen, wat ik mag eten, of ik wel mag eten en alles in die richting. En hoe we dat gaan doen is heel simpel, precies op dezelfde manier als de vorige keer. Namelijk met deze twee blaadjes, met A en B. Troy moet dan een keuze maken met twee koekjes erbij en dan, ja, de keuze die hij maakt bepaalt dus wat ik moet gaan doen. Dus we gaan gelijk beginnen te vragen of ik mag gaan douchen, want ik wil eventjes douchen. Daarna wil ik even naar de stad om een shirtje te halen, zodat dus moet Troy allemaal gaan bepalen. Dus ik ga jullie gelijk laten zien hoe het gaat werken en dan snap jullie gelijk hoe het de rest van de dag gaat werken. Nou mensen, zoals je kan zien, ik heb dus antwoord A met een brokje ervoor en antwoord B met een brokje ervoor. Antwoord A is niet douchen, antwoord B is wel douchen. Dus we gaan kijken wat Troy gaat kiezen, of ik dus mag gaan douchen, ja of nee. Kom even Chester helpen met een keuze, welke ga je kiezen? Welke ga je kiezen? Hij kiest antwoord B, ik mag douchen. Lekker Troy, hey, goed gedaan jongen. Thanks Epic, ja lekker man. Ah, goed gedaan. Nou, Troy heeft dus de allereerste keuze gemaakt. Dat betekent dus dat wij mogen gaan douchen. Lekker man, Troy. Hey, goed gedaan. Ik ga even douchen dan, vriend. Thanks. Zo, jullie kunnen het zien. Ik ben omgekleed en ready naar de stad te gaan. Maar Troy, die moet dus gaan bepalen of hij naar de stad mag. Dus ik heb weer twee plaatsen neergelegd. Er liggen nog geen koekjes op. Dus ik ga eerst koekjes neerleggen voordat hij dadelijk daarheen gaat lopen. Maar ja, hij loopt nu al hier. Dus ik ga even de blaadjes daar neerleggen. In ieder geval, optie A is wel naar de stad. En optie B is niet naar de stad. Dus Troy, beter kiezen optie A. Nou, hij staat al klaar, dames en heren. De koekjes liggen er. Dus kom maar, Troy. Kom maar. Welke ga je pakken? Welke optie ga je pakken? Yes, optie A. Dat betekent dat we naar de stad mogen. Lekker pik. Hey, goed gedaan. Dan ga ik mijn schoenen aandoen. En dan ga ik nu naar de stad toe. En dan gaan we kijken of het shirtje er is die ik wil hebben. Dus ik zou zeggen, let's go. Mensen, daar zitten we dan. Op het scootertje. En we gaan even naar de stad rijden. Dus ik zou zeggen, let's go. Op naar de stad. Mensen, daar loop je in de stad. Normaal slaap ik nog. Het is 10:30 en ik loop in de stad. What the fuck? Tering vroeg, maar goed. Ik heb nog steeds een beetje keelpijn, dat is wel matig. Het is niet heel druk gelukkig. We gaan even kijken of we een shirtje nog hebben. Ik ben benieuwd. Nou, helaas was mijn shirtje er niet, zou het er zijn, maar ik heb wel mijn nieuwe jasje binnengekregen. Dus ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien hoe die eruit ziet. Ik kan hem misschien wel in de spiegel laten zien. Het is wel een nice jasje, vind ik het zelf. Lekker gewoon, ja, voor als het wat, ja, het is zeg maar warm. Maar als het te warm is, kan ik dit jasje gewoon aan, want het is een heel dun jasje. Dat is gewoon heel erg fijn om te hebben. Ik vind hem gewoon heel erg nice staan, lekker zwart, zoals ik altijd draag, zoals je kan zien. Dus die hebben we gelukkig wel binnen gehad, dus dat is nice. Dan ga ik zo meteen gewoon het ene shirtje bestellen waarvoor ik naar de stad ging. En dan ga ik straks even bepalen of Troy mag ontbijten, of ik mag ontbijten, dan moet Troy natuurlijk bepalen. Maar ik heb nu nog niet echt honger, maar ik heb echt last van mijn keel. Dus ik heb even een pijnstilletje ingenomen, dus hopelijk gaat die werken. Dan ga ik straks lekker chappen. Als dat mag van Troy dan natuurlijk. Daar ben ik weer mensen. Ik heb heel even mijn andere shirtje aangedaan, want ja, ik heb geen zin dat mijn nette shirtje al vies wordt. Maar het is weer tijd om Troy een keuze te laten maken. Want ik heb punt 1 zin om te ontbijten. En punt 2 zin om boven achter mijn computer te gaan zitten. Dus we gaan aan Troy vragen, door middel van twee vragen in één, of dat mag. Antwoord A is wel naar boven achter mijn computer zitten en dan mag ik ontbijten. Antwoord B betekent dat niet. Dus als Troy antwoord B kiest, moet ik nog een uur beneden wachten en mag ik dus nog niet ontbijten. Dus Troy, kom even Troy, ik heb even je hulp nodig, maatje. Nou, welke gaat hij pakken, jongens? Hij gaat voor antwoord A. Nou, heeft hij weer twee koekjes op? Antwoord A betekent dus dat we mogen ontbijten en naar boven mogen gaan. Dus Troy, dankjewel maatje. Gewoon weer lekker gaan slapen. Doei doei. Dan kan ik lekker mijn ontbijtje pakken wat hierin zit. Dat ga ik lekker mee naar boven nemen. Samen met een flesje water. Dan ga ik boven even lekker mijn ontbijtje eten en lekker een filmpje kijken. Dus thanks Troy. En zo naar jou voor kiezen. Straks mag je weer een keuze maken. Dus jullie gaan het vanzelf zien. Ik weet niet of jullie het zien, dames en heren. Maar het is even tijd om Formule 1 te gaan spelen op de PlayStation 5. En ze namelijk even wachten tot mijn moeder samen met mijn oma terugkomt. Want dan gaat Troy straks bepalen wie dus hem uit moet laten. Ik ga dus laten kiezen of mijn moeder of ik Troy moet uitlaten. Dus dat ga jullie straks ook zien. Maar tot die tijd ga ik even Formule 1 spelen. Mijn keel is op dit moment wel weer iets beter als dat er straks was. Dus daar ben ik gewoon wel wat blij mee. Want dan ben ik gewoon weer even wat chiller voor jullie, zeg maar. Maar Formule 1 gaan we weer spelen. Tot mijn moeder dus terug is. En dan gaan we kijken wie Troy dus kiest om hemzelf dus door uitgelaten te laten worden. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar ja, we gaan het meemaken. Ik hoop dat Troy voor mijn moeder kiest. Laten we het daarop houden. Mensen, het is weer tijd dat Troyse, die hier ligt, een keuze gaat maken. Troy, jij gaat bepalen wie jou uit gaat laten. Of dat mama gaat zijn of ik. Dan moet jij even bepalen, want er liggen hier weer twee opties. We hebben hier natuurlijk A, dat is optie mama.
En B, dat ben ik. Dus Trootje, kom maar. Loop maar naar B. Kom maar. Kom maar naar A, jongen. Kom maar naar A. Kom maar naar A. Nee, 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 nee. Ja. Nee. Oh mijn god, Trooi. Nee. Trooi, je maakt de verkeerde keuze. Ik ben mijn laadje aan het opruimen, maat. Trooi heeft gekozen. Dus Trooi, we gaan maar naar buiten. Vuile, vuile boef. Nou jongens, je ziet dus wat er gebeurt. Als Trooi kiest dat ik hem moet uitlaten. Dan gaan we maar even uitlaten. Hè. Lopen we even lekker buiten samen, hè, Trooi? Nooit meer van mij kiezen, want kan mama dit volgende keer lekker doen, hè, Trooi? Godverdomme, je hebt de verkeerde gekozen. We zijn weer terug van Trooi uitlaten. Ja, je zagen net, hij had voor mij gekozen, dus ik moest Trooi uitlaten. Nou, dat hebben we dan ook maar netjes gedaan. Hij heeft lekker geplast, hij heeft kunnen plassen. Alles wat hij moest doen, heeft hij gedaan. Ik ben weer achter mijn setup aangekropen. Ik zit weer in de kal met Thomas, als je daar kan zien. Ik ben lekker wat muziek aan het luisteren. Ik heb er eventjes een vandertje bij gepakt. En ik had nog mijn croissantje over. Dat waren dus twee, dus die ga ik even opchappen. Dan gaan we straks eventjes laten kiezen wat ik als avondeten mag eten. En dan gaan we daarna ook nog wel wat keuzes aan Trooi overlaten. Dus ik ben benieuwd wat hij nog meer gaat kiezen. Ik ga nu in ieder geval even afkoelen, want het was aardig warm buiten. Dus ik ga mijn vandertje lekker openmaken. Dan ga ik die lekker drinken. En dan ben ik zo meteen met jullie terug als we Trooi weer een keuze gaan laten maken. Maar ja, we komen er zelf achter wat het gaat zijn. Het is nu bijna 4 uur en we gaan zo Trooi de volgende keuze laten maken. Namelijk wat ik ga avondeten. Ik ga nu alvast uitleggen wat we dus gaan doen. Als Trooi antwoord A kiest, mag ik dus zelf bepalen wat ik ga avondeten. En als Trooi dus antwoord B kiest, mag ik dus alleen maar Tossie gaan avondeten. Dus ja, ik ga het zo meteen eventjes beneden klaarleggen. Ik dacht, leg het alvast eventjes aan jullie uit. Dus ja, zoals jullie kunnen zien, is het ook bijna 4 uur. Dus ik ga dadelijk ook laten zien als Trooi de keuze maakt dat het 4 uur is. Ja, of later zelfs. Antwoord A is dus, dan mag ik zelf bepalen wat ik ga eten. En antwoord B is dus alleen Tossie eten. Dus ja, dat gaan we zo meteen eventjes doen. We wachten even tot Trooi zijn avondeten zelf op heeft. En dan gaan we even de keuze laten maken. Dus ik ben benieuwd. Nou mensen, het is een uurtje verder. Trooi, jij mag kiezen wat ik moet avondeten. Dus kom maar. Als jij antwoord A kiest, kom maar. Nee, hij mag wel gelijk kiezen, want ik heb al uitgelegd wat het is. Nou, hij loopt gelijk naar A toe. Mensen, duidelijker dan dit kan het niet zijn. Hij chat gelijk zijn tweede koekje op. Antwoord A was dus dat ik zelf mag bepalen wat we gaan eten. Dus Trooi, jij hebt het bepaald. Ik hoef geen tossie te eten. Lekker maat, goed gedaan. Het is ondertussen aan het onweer en daar ben je bang voor, hè? Jij bent bang voor onweer. Ah, dankjewel jongen. Wat ik dus ga kiezen om te eten, er zitten dus al bitterballen in de airfryer. Die ga ik dus sowieso een paar verpakken. En de rest ga ik dus van die kipvingers eten. Nou, dat mag dus, want Trooi heeft die uitgekozen voor mij. Althans, Trooi heeft gekozen dat ik zelf eten mag bepalen. Dus dan gaan we dat lekker eten. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Het is nu al etenstijd. Dus ik heb best wel trek. Dus Trooi, nogmaals, dankjewel voor het kiezen, maat. Hartstikke bedankt. Kijk eens jongen, daar ben ik weer. Ik heb nog één vraag aan jou. Jongens, ik heb nog één vraag aan Trooi en dat gaat zijn of ik straks een paar chippies mag eten. Dus Trooi, jij moet mij even helpen of ik die chippies ook mag eten dadelijk. Je moet nog even één keer kiezen voor mij, wil je dat? Wil je nog even één keer een keuze maken en cookies krijgen voor mij? Trooi die ligt daar nog klaar. Ik heb het ondertussen weer klaargelegd. A is wel chips en B is geen chips. Dus Trooitje, kom maar jongen. Ga maar kijken welke gaat hij pakken als eerste. Oh, hij twijfelt echt. Hij pakt gewoon A. Zag je hem twijfelen? Oh, maar ik mag dus wel chippies. Ik dacht echt dat hij naar B zou gaan, want hij twijfelde echt, jongen. Goed gedaan, hé. Goed gedaan. Hij laat zien dat hij dus niet altijd dezelfde kant gaat. Hij gaat nu de papieren pakken. Kijk. Klaar mee. Hij is er klaar mee, jongens. Je ziet het, ik mag niet eens meer iets vragen aan. Ja, dit gaat nu helemaal slopen. Dat was de laatste vraag, zei hij. Oh, wat een sloper is het, jongens. Oh. Nou, ik mag dus straks wel chippies in een bakje doen. Dat ga ik dus ook zeker doen. Nou, Trooi, dankjewel. Ga jij maar lekker die papieren slopen, pik. Jullie zien het, dames en heren. Wat later dan normaal? Chipje, voetbal kijken. Lekker met wat naturelsoep. Ik heb voor jou gekozen voor naturelsoep. Want Trooi had bepaald dat ik chips mocht eten. Dus ik ga dit lekker nu afkijken. Dus de tweede helft die net begonnen in Space is dat 2-0 voor. Dus ja, Trooi heeft vandaag mijn dag bepaald. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. En laat in de comments weten wat hij de volgende keer misschien wel moet doen. En dan weet je dat gewoon uit, jongens. Wauw, deze was ook leuk, man, vandaag. Echt, ik zweer het je.